Wij gaan een nachtje weg, Daan en ik, hè? Waar gaan we naartoe? We gaan naar Van der Vallen. Ja, daar zijn we. Dat is wel top. Nou, daar gaan we. Wauw. Zijn we er klaar voor? Nou, de tweede ronde. We gaan een beetje te hard van stapel misschien. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is zo erg. Ik had net 10 minuten gevlogd en heel dat beeld is slow motion gefilmd. Dus ik moet het nu overnieuw doen. En het was zo gewoon gezellig, spontaan verhaaltje voor jullie. Maar ja, wat ik dus aan het vertellen was, is dat, welkom bij een nieuwe vlog. Wij gaan een nachtje weg, Daan en ik, hè? Waar gaan we naartoe? We gaan naar Van der Vallen. Mm-hmm. In Amsterdam, boven Amstel. Ja. En daar gaan we lekker dineren. Ja. Eerst bel wegbrengen, dan gaan we lekker dineren. Ja. Lekker relaxen, slapen en lekker een bijtje doen. Ja, dus dit hebben we al een paar maanden geleden gepland staan. Ze zaten natuurlijk te kijken of het met mij kon, maar ik voel me goed. Ik voel me elke dag beter. En als jullie me op Insta volgen, dan zien jullie ook dat ik elke dag gezondheid beter voel. Het is nu 12 dagen geleden. En na 10 dagen mag je ook weer in bad. Dus ik ben ook heel blij dat we gewoon zo meteen even de vuilnis in kunnen. En dat ik even in bad kan. En dat we echt kunnen relaxen. Want we gaan namelijk Bel wegbrengen naar mijn schoonouders. Bel is net in slaap gevallen in de auto. Het is echt te cute met haar keukentje in haar hand. Dat keukentje hadden we gisteravond. Mocht ze een cadeautje uitzoeken in een restaurant in Zandvoort bij de Zeerover. En had ze het keukentje uitgekozen. En die gaat ze dan zo meteen met opa en oma openmaken, dachten wij. Is wel zo leuk. Maar ze is dus in slaap gevallen. Echt zo schattig. We waren vanochtend met haar naar de paardjes. En ik denk dat ze gewoon te enthousiast daarover was. Ik was net met haar in bed en ik probeerde met haar te gaan slapen. Maar ze bleef me maar wakker maken met tuut op het neus en dan weer mijn BBH-bandjes zo trekken. En ik dacht, na een uur dacht ik, joh, ze wilt gewoon niet slapen, dus dan maar niet. Dus is nu in slaap gevallen, maar dat is wel fijn voor jouw ouders, want dan is ze weer een beetje opgewekt en dan kan ze gewoon wat, op tijd naar bed. Powernapje. Ja, even een powernapje. We hebben heel veel zin in ons nachtje weg. Ik wilde jullie nog bedanken voor al jullie lieve steun en begrip. Ik heb echt heel veel lieve berichtjes gekregen. Echt heel bijzonder. Heel veel steun heb ik daaruit gehaald. En het komt echt goed. Ik voel me goed. Elke dag gaat beter. En ook mentaal. Dus dat komt zeker weten goed. Volgens mij is het precies daar voor ons. Dat mooie hoge gebouw. We gaan er nu af. Ja, volgens mij had ik het goed. Nou, Bel was lief bij je ouders. En we zijn er nu met een enkele. Nog een paar minuten. Kijk, dit is het hotel. Die hoge toren. Daar gaan we gewoon slapen, schat. Ja. Even kijken waar ik links moet doen. Ja. Zometeen, navigatie geeft het goed aan. Nou, daar zijn we. Dit ziet er echt helemaal mooi, nieuw en fris uit. Ja, echt een prachtig pand. Spliksplinternieuw, ja. Wauw, even kijken waar we moeten parkeren. Vet is aan deze locatie ook, is dat het zwembad daar op is, buiten. Dus gewoon op deze verdiepingen zit het zwembad. Super, super gaaf. Heb je jas mee? Neem mijn jas ook maar mee. Kijk hoe mooi. Ik heb echt het gevoel dat het net open is, hè? Oh, het is hier echt mooi. Daar gaan we denk ik eten, bij die open keuken. Hoe leuk. Het ziet er echt mooi uit. Ik ben heel benieuwd naar onze kamer. Oh wauw, dat is die cocktailbar. Nou, we hebben een heel mooie kamer op de 16e verdieping. Oh ja, en kijk, ze hebben hier ook nog een winkeltje. Echt super cute, waar je alles kan kopen. En die cocktailbar ziet er ook wel heel erg mooi uit. We vroegen dus net hoe lang dit er al zat. En het zit er nu 5 jaar. Dus eigenlijk net als onze winkel. Hè? Ja? Ja. Het ziet er spliksplinternieuw uit in ieder geval. Super fijn. En twee restaurants, hè? Net links en rechts. Ja. Nee, dat restaurant was daar. En dat cocktailbar was aan de andere kant. En we moeten helemaal naar de 16e verdieping. Oh, de kaartje. Oh ja. Ja.
kaartje erin of erlangs aan de top. Nou, daar gaan we. Heel benieuwd. Er zit ook wel wat op, hè? Ja. Echt super gaaf. De wellness is tot 11 uur open. Ja. Nee, dat is wel leuk. Massage, gym, waxing. Grappig. We gaan gewoon ietsje eerder zo naar het restaurant en dan kunnen we daarna lekker naar de wellness. Penthouses, vet. Ja, het is dat hele mooie suites ook hier. Wij hebben een superieur kamer. Dus die is met valsen. Die heb ik ook alweer opgezocht. We gaan wel hoog hoor. We hebben een prachtig uitzicht hebben. Ja, leuk. Moeten we aan de andere kant eruit, denk je? Oh nee, weer hier. Welk nummer? 1612. 1612. Dit is toch altijd het leukste? Ik vind het echt enig altijd naar een hotel gaan. En dan ben je altijd zo benieuwd hoe de kamers zijn. Hier hebben ze een lampje in plaats van een kaart, wat je eruit hangen. Oh ja, en de, hoe heet dat, de deuren zijn heel mooi hoog. En het plafond ook. Het is allemaal heel mooi hoog. Wauw. Wauw. Oh, we kijken dus nu. Dat is wel heel erg grappig, hè? We kijken nu op het Okura Hotel waar we de vorige keer waren. Oh, ja. Zie je? Wat een mooie kamer, zeg. Zo, echt wel. Prachtig. Hoe doen we nu even het lampje en alles aan? Gaan we hier? Het kaartje, of niet? Nee. Oh, dat doet, doet het ook gewoon. Dus oh, ja, mooi, kijk. Zeg. Wat fris en wat nieuw. Ik heb hem net opgemaakt in de auto. En het is helemaal lekker. Een bad, dat wilden we heel graag. Oh, kijk. Heb je alweer chocola gevonden? Wat cool, dit is een kast, maar het lijkt een spiegel. Oh. Is het een kast? Oh, ja. Drie gangen diner, inclusief huiswijn, gratis park. Wat oh, leuk. Oh shit, we moeten weer terug. Ja. We zijn helemaal onder de indruk, dus we moeten alweer terug. Oh mijn god, Daan, het is echt super hoog. Oh, ik word hier helemaal... Oh, kijk dan, gewoon een basketbalveld. Wat cool. Dat hoort denk ik gewoon bij het bedrijf dat hiernaast zit. Moet je kijken, jongens, hoe mooi dit is. Wow, dat raam is wow, kijk helemaal... dan. Oh, ja, je kan echt gewoon vliegen. Het raam is tot de grond, dus je hebt een giga uitzicht, jongen. Wat mooi, hè? Zo, daar heb ik een kipvel van. Ja, heb ik ook. Echt wel heel mooi. Nou, dit is echt top. Zo, dit is echt vet. Leuk, hè? Nou, dan gaan we wel even een flesje openmaken. Ja, dit vind ik ook cool, Daan. Dat dit kasten zijn. Even kijken hoe die open gaan. Maar dit is niet een normale spiegel. Ja, omdat dit raam zeg maar zo groot is. Het is heel anders dan dat bijvoorbeeld... Bij dat Okura zaten. Omdat het raam zo groot is, heb je gewoon zo verschrikkelijk mooi uitzicht. Dit is wel echt heel cool. Vanavond gaan we hier even een drankje doen, hè? Ja, je ziet alles ook, hè? Kijk, daar is de rij. Dat zit daar. Ja. Okura. En dan heb je daar zit natuurlijk het station. En die Amsterdam-toren. Oh ja, ja, ja. Ik zie het. Grappig, hè? Wow. Super cool. Nou jongens, we gaan even installeren. Hele mooie locatie. En je kan dus gratis je kan fietsen huren voor 18 euro per dag. Dus misschien kunnen we dat ook wel doen. Maar ik denk dat het voor mij weer te veel is. Ja. Dat is misschien een fietstaxi. Maar alles ziet er superkeurig uit en netjes. Leuk. Ik ga het vragen voor de auto. Ja, tot zo. Je hebt sleutel. Zo, ik heb even een ander topje aangedaan. We zijn er klaar voor. We zijn er klaar voor. Yes. We hebben wat leuke foto's gemaakt met z'n tweeën. Ja, ging best goed. En we moeten echt nu naar beneden, want we hadden om 7 uur reservering. Het is al kwart over 7. Niks voor ons. Oké dan. Nou, we zitten in een super mooi restaurant, jongens. Echt prachtig met de open keuken. Een diner voor twee. We hebben er helemaal zin in. Wanneer doen we dit nog? Nooit. Te weinig. Veel te weinig. Nou, ze hebben hier dus echt heerlijk een culinaire keuken. Het ziet er echt allemaal heerlijk uit. Even kijken wat ik ga kiezen. Gado gado, oh, ook zo lekker. Tom kakai vind ik ook lekker. Krap. Good morning. We gaan heerlijk een ontbijtje doen. En mijn toast zit er al in.
Ze hebben hier ook havermout dat je kan pakken. Allemaal gezonde dingetjes, granola. En met havermout gemaakt met honing en cranberries. Kijk, maar ik kon niet kiezen. Ik heb ook van alles gepakt. Ja, Daan? Lekker ontbijten samen. En je kan lekker een omeletje laten maken hier. Heerlijk. Een kiwisapje. Oh, je hebt ook verse chiderans, hè, wat je kan laten persen. Heb je dat gedaan? Ja, automaat. Dat heb ik voor je gedaan. Is dit het verse uit die automaat? Ja. Oh, lekker. Zo jongens, wij hebben genoten. We gaan nu weg uit de hotelkamer. We hebben net alle spulletjes gepakt. Heerlijk ontbeten, heerlijk geslapen. Wel een beetje rommelig geslapen. Toch zo gek, dan ga je bij een bel denken. Slaapt ze wel goed? Wordt ze niet wakker vannacht? Nou, gewoon al die gedachten in je hoofd als mama. Dan slaap je weer minder, zo stom. Terwijl je juist goed moet slapen, want nu kan het. Ik denk dat heel veel van jullie mij wel hierin herkennen. Zo stom, maar goed. Ik ben licht in mijn hoofd, gisteravond ook al de hele avond. Dus ze doen het allemaal heel rustig aan. En ik heb natuurlijk allemaal leuke storytjes en zo gemaakt. Voor een reeltje en dingetjes. Dus dat is hartstikke leuk. Maar even rustig aan doen. Ik ga nu naar de stad. Even kijken hoe met de taxi. Of dat we de auto pakken wat goedkoper is. Want volgens mij is de taxi ook best wel prijzig. Dus als een taxi heen en weer 100 euro kost, dan kunnen we net zo goed de auto daar laten staan en parkeren. Dus Daan is dat nu even aan het uitzoeken. En even kijken tot hoe lang ik het red. Want ik ben super licht in mijn hoofd nogmaals. En neem gewoon Flora, Dix en alles. En we doen het rustig aan. Maar ja, zo zie je maar. We gaan een beetje te hard van stapel misschien. Oké, dan. Let's go. Let's go. Dag lekker bedje. Dag mooie kamer. Lukt het met twee tassen? Nou, we hebben heerlijk genoten, hè? Ja, zeker. Echt, ja. Het is echt heerlijk even tussenuit. Daan, vertel eens. Waarvoor staan we toch maar weer hier in de Bijenkorf? Waarom? Want bijna net zo duur als een taxi, toch? Ja. Dat is 20 minuten rijden naar het centrum. Dus dan hadden we hetzelfde betaald. Dus dan maar hier. Ja. En we hebben ervoor gekozen om meteen op de goede verdieping te staan waar we er meteen in kunnen. Zodat ik zo min mogelijk hoef te lopen. Nou, we gaan nu even mijn tante gedag zeggen. Want die werkt hier bij de Bijenkorf, bij de Tiffany & Co. En daar lopen we nu rechtop af. Dus dat is leuk. Love her. En ik zie haar al staan. Het is jammer dat ze ons nu niet ziet staan, want dat had wel heel leuk geweest. Nou, we gaan nu naar Mr. Porter. Moet het toch zo? En we hebben gewoon lekker rustig aangedaan. We hebben bij mijn tante gezeten en wat gedronken. Eigenlijk hebben we verder niet echt iets gedaan nog. Gewoon echt heel rustig aan, want ik merk dat ik echt wel last heb. Dus we gaan nu bij Mr. Porter gewoon even rustig gaan zitten. Zo, kijk, jamon de bellota en dan de carpaccio lekker. We gaan heerlijk genieten. Huh? Lekker. Nou, tweede ronde. En ik heb ook nog een avocado carpaccio gehad. En dit is me toch iets lekkers, jongens. Oh my god. Nou, we zijn uiteindelijk na de lunch meteen naar huis gegaan. Tenminste, gaan we nu naar huis. Ik zit in de auto en gaat toch niet, helaas. We willen gewoon, ik wil het graag, daar komt het op neer. Ja. Hè? Ja. Gisteravond ging het eigenlijk al niet. Maar ja, we hebben niet veel gedaan. We hebben vandaag ontbeten geparkeerd in de Bijenkorf. En we zijn even bij Mr. Port gaan lunchen en voor de rest zijn we nergens heen gegaan of geweest. Eigenlijk is dit precies wat ze in het ziekenhuis bedoelde. Ja. Dat jij beter naar je lichaam moet luisteren. Ja. Ik heb vandaag een paar keer gevraagd van, joh, ik zie dat het niet gaat, zo moet ik gaan. Ja. En dan wil je toch maar door. Dan loop je eigenlijk al een soort van zwalken tussen de rekken bij de Bijenkorf. Ja, hè? Stom hè. En eigenlijk hadden we daar dan gewoon naar huis moeten gaan. Ja, we hebben gisteren ja. Hartstikke leuk gehad, dus we hebben het alsnog super leuk gehad. Hè? En nu, ja, ben je gewoon helemaal af. En dat hadden we beter misschien jezelf even kunnen besparen. Ja. Maar je wil nogmaals gewoon te graag ook wat leuks doen met jou. Ik wil de dag niet verpesten.
Maar goed, we hebben het alsnog heel leuk gehad. Maar ik ga nu wel even stoppen met vloggen en gewoon lekker naar huis toe. Hoi allemaal, het is vandaag dinsdag. Zoals jullie zien ben ik weer op het werk vandaag. We hebben een superleuk weekend achter de rug. We hebben het echt heerlijk gehad. Het hotel was prachtig, lekker gegeten. Even lekker gerelaxed. Heerlijk geluncht. Helaas was het wel een beetje te veel voor Romee. Die wil toch gewoon stiekem eigenlijk wel weer een beetje te veel doen. Die was onwijs vermoeid daarna, dus daar baal ik wel weer een beetje van. Maar ik ben wel blij dat we het hartstikke lekker hebben gehad. Nu ben ik weer op de zaak. Ik moet wat administratie doen. We hebben wat overleg gehad met die meiden. En als het goed is komen vandaag de nieuwe rijders-items binnen. Verder ben ik nog een paar kleine dingetjes aan het doen voor mijn eigen nieuwe webshop. Duurzaamautoladen.nl. En hoop ik eigenlijk dat het me vandaag lukt om de boekhouder nog even te bellen. En een paar andere dingetjes te doen. Al met al hebben we een heel leuk weekend gehad. En hoop ik dat Romee zich snel weer beter gaat voelen. Op naar de volgende vlog, jongens.